Yvonne en ik gaan het samen doen vanmorgen, maar we praten niet om elkaar heen. Dus ik ga eerst en dan gaat zij. Een paar korte woorden, dan neemt Yvonne het over. 2023, na coronajaar. Jaar van de doorgaande oorlog in de Oekraïne. Jaar waarin we opgeschrikt werden, 50 jaar na de Yom Kippur-oorlog. Waarin vijandelijke machten ook Israël hebben aangevallen en dat dan op een wijze reageert. En van het oordeel is aan God. Maar bid voor de vrede van Jeruzalem. Een jaar ook met een totaal ander politiek landschap in Nederland, ongelooflijk. Leg hem maar in Gods hand. Hoe hij dit allemaal gaat leiden in Nederland. Voor de gemeente zijn we intens dankbaar. Dat Herman het al bad, maar een van de dingen, hoewel ze zijn nu denk ik, ik weet niet of ze nog ergens jeugd is trouwens. We zijn zo dankbaar voor wat God doet onder onze jonge mensen. Enthousiasme inderdaad, de groei die er is. Jaarthema wat we gehad hebben, geestvervulde generaties. En we hebben besloten dat het volgend jaar het thema blijft. Geestvervulde generaties. Zijn hier nog mensen die bij de geestvervulde generatie horen? Ja, want dat is welke generatie dan ook maar, hè? Geestvervulde generaties. En daar gaan we echt mee door, omdat de Heilige Geest zo sterk op de agenda zet. Dat is, lijkt al een landelijke beweging ook te gaan worden. Van gezin, gezin in de ark, gezin. Zo centraal, God, ook het huisgezin van God. Dus gaan we volgend jaar heel intens, misschien wel zelfs mee beginnen. We hebben dit jaar een prachtig begin gehad met de Efezebrief. En ik heb van velen gehoord, die zijn daardoor gezegend. Ik ben er zelf ook enorm door gezegend. De hele brief is opnieuw gaan leven, moet ik zeggen. Bijzonder. Maar ik wil ook een moment hebben waarin we, hoewel lang niet iedereen er is, iedereen gewoon willen danken voor alle inzet, ook weer dit jaar. Mensen achter de schermen. Even een applaus voor iedereen die achter de schermen heel veel geeft. En die mensen zijn namelijk in de ogen, nou ja, misschien zeg ik niet helemaal goed, maar je hebt kans dat die mensen belangrijker zijn dan de mensen die voor de schermen staan. Want de Bijbel zegt, degene die alle dienaars zijn, dat zijn de belangrijkste. Maar ook dank voor alle andere teams die er zijn. Alle T's, OT's, VT's, LT's, FT's en alle andere T's. Dus heel hartelijk dank voor alle inzet van het afgelopen jaar. Ja. En ook dank voor, er zijn misschien mensen die zeggen, ja, maar ik doe niks meer, maar u bidt. U bidt, dat weet ik zeker. En dat is misschien wel het allerbelangrijkste. Dat de gemeente altijd zal draaien op gebed en dat mag alleen maar sterker worden. Dus heel veel dankbaarheid voor de gemeente, wat God doet en met veel verwachting naar wat God gaat doen. In het jaar dat komt. Gewoon omdat hij trouw is. Gewoon omdat hij besloten heeft om af te maken wat zijn hand begonnen is. Dat is het besluit van God. Zo is ook zijn naam. Hij is Alpha, maar ook Omega. En dat vind ik heerlijk, want dat betekent dat het uiteindelijk niet van mij afhangt, maar van hem. En dat is geloof. Het hangt niet van ons af, maar van hem. En natuurlijk willen wij medewerkers zijn van hem daarin. Omdat ik er ook een andere pet op heb, wil ik ook daar kort even in meenemen wat er landelijk gebeurt. U heeft als gemeente daar een aandeel in. U participeert daarin, domweg ook, al was het alleen doordat u mij heeft vrijgesteld, om daarin een rol te hebben. En ook ten aanzien van de VPE, de Landelijke Pinksterbeweging, zijn zo dankbaar. Sinds dat de Heer duidelijk sprak over identiteit en dat zijn zoon absoluut centraal moet staan in alles. Vanaf dat moment lijkt er wel iets te gebeuren dat niets met ons te maken heeft, maar alles met die zoon te maken heeft. Veel onafhankelijke gemeentes die sluiten zich aan. Er zit nog heel wat in de pijplijn die erbij gaat komen. En ik ben daar dankbaar voor dat we een sterke, gezonde Pinksterbeweging zijn waar het woord centraal staat en waar Christus
centraal staat en waarin de Heilige Geest soeverein kan werken in onze kerken. Amen. Dat zullen we nooit loslaten. De Geest is de baas in de kerk, niet wij. Maar we zijn daar dankbaar voor. We zijn dankbaar voor een stuk of 25, 30 nieuwe gemeentes die gesticht zijn. En ook dat gaat door. We zijn dankbaar dat de Heer iets aan het bouwen is waarin we afrekenen met de big shots van de beweging. Nee, iedereen is even belangrijk. En het gaat om Jezus navolgen en niks meer en niks minder dan dat. Een navolgingscultuur noem ik dat. Daar gaat het om. Er is wat ik net al in mijn gebed ook zei, maar ook landelijk, de Heer heeft ook zo gesproken over het belang van het gezin. Het gezin wordt aangevallen. Ik zeg u niks nieuws. Maar de Geest roept dat het gezin in de ark moet. Dat is een roep van de Heilige Geest. En ook dit zien we dat dit resoneert. Dit wordt gehoord en opgepakt. En ook komend jaar zullen we dat ook in onze kerk, ook onze drie gemeentes, die hier een heel mooi samenwerken, waar ik op zich ook alweer heel dankbaar voor ben, veel meer van gaan meemaken. Het gezin is zo belangrijk voor God. Zo dankbaar dat Gods Geest niet alleen in onze kerk, maar in heel het land beweegt onder de tieners. Dit is God, soevereine God. Soeverein betekent God die in zichzelf regeert. Dat is moeilijke woorden. Maar God heeft niet onze toestemming nodig. God doet wat hij wil. En ben ik maar blij omdat dat zo is. Als dat niet zo was, was het een puinhoop in deze wereld. Nog veel meer dan dat het nu al is. Maar God doet wat hij wil. En zo bijzonder. Zoals dat ook van die bijzondere dingen gebeuren, dat Gods Geest zomaar soeverein, zeggen we dan. In een land als Iran, er zitten hier mensen uit Iran, maar soeverein beweegt. Wat ik tijdens de kerstdienst, wat was ik dankbaar, mensen, om te lezen in het Nederlands Dagblad dat Gods Geest soeverein extremistische moslims bij de kraag grijpt, zoals hij dat ooit bij de apostel Paulus deed, onderweg naar Damascus. Het gebeurde in de buurt van Damascus trouwens. Wat ben ik daar dankbaar voor? Ben u daar niet dankbaar voor? Ben ik zo dankbaar voor? Het hangt uiteindelijk niet van ons af. Ja, het hangt ook van ons af. Dat is een soort samenwerking. Maar ultiem is het Gods genade. Halleluja. En ik geloof zo met heel mijn hart dat ook God Nederland en Europa niet uit het oog verloren is. Dat hij iets nieuws aan het doen is. Dat zien we al onder de jonge mensen. Hij is iets nieuws aan het doen. Substantie, niet alleen maar geloofsproclamatie, maar we zien het al gebeuren. Dankbaar daarvoor. VPE zijn we ook bezig met de nieuwe ambtsopleiding. Dat zullen we ook wel van op de hoogte houden. Dus er gebeurt heel veel eigenlijk. En voor ons, voor Yvonne en mij, is van diepe dankbaarheid. Als je gebeurt dit allemaal, wat is het ongelooflijk wat God in zijn genade doet. De tekst die ik u vanmorgen mee wil geven is uit Hebreeën 13, vers 8. Wie van u weet uit uw hoofd wat er staat? Christus Jezus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Zullen we dat met elkaar eens proclameren? Christus Jezus is gisteren en heden dezelfde en tot in alle eeuwigheden. Dat staat er eigenlijk. Halleluja. En daarvoor, dat vers daarvoor staat over voorgangers die komen en gaan. Volgend jaar hopen wij te gaan, maar ook te blijven natuurlijk. Maar voorgangers komen en gaan en winden van leer staat in vers 9, komen en gaan. Maar is eentje altijd onveranderlijk dezelfde? Jezus, altijd dezelfde tot in eeuwigheid. En het lijkt wel, en dat is ook iets, het is niet echt een preek wat ik doe, het is een beetje een overzicht. Maar het lijkt wel alsof dit ook een nieuwe beweging van de Heilige Geest is. Dat alle franje moet weg uit de kerk. Ik heb niks tegen lichtshows enzovoort, begrijp me niet verkeerd. Maar het heeft niet zoveel met het echte te maken. Het echte is van God, het echte is door de Geest. Het echte heeft met Jezus te maken. Het echte is Jezus. En de Heilige Geest kan zich net zo goed in een schuur en in een hooiberg thuis voelen als in een prachtig mooi versierde kerk. Dat heeft er niets mee te maken allemaal. En het lijkt alsof de Heilige Geest dat ook aan het bewegen is, dat het allemaal weer als het ware uitgekleed wordt tot de essentie. Jezus Christus. Hij alleen. En ik ben daar dankbaar voor.
Maar als we misschien zijn we wel de laatste generatie kerk, ik weet het niet. Soms denk ik wel, soms denk ik niet. Er moet nog zoveel gebeuren in het licht van het profetisch woord. Maar de kerk die opgenomen gaat worden, de kerk die er is bij de wederkomst van Christus, heeft maar één passie. En dat is de geliefde, dat is Christus. En ik denk dat de Heer dat aan het doen is. Uit hem zijn alle dingen en tot hem zijn alle dingen. Want de kans is namelijk groot. 90% kans heb je dat het je onbewust gaat om wat heb ik aan hem. 90% kans. Hoe kom ik aan dat getal? 10 werden genezen en die hadden genoeg aan hun genezing. 1 kwam terug, want die wilde de genezer. 90% kans dat je dit wilt doen met wat je aan je God hebt. Maar God wil een kerk die het wil doen met hem alleen. Zelfs al zou de vijgenboom niet bloeien. Zelfs dan. Omdat je zegt van Heer, het gaat mij om u. En dan is het goed om te zeggen van met Paulus, wie roemt, die roemen in Christus. Niks anders om te beroemen. Mensen, wat heb je om je op te beroemen? Niks dan Jezus alleen. En in de VPE zeggen we, er zijn 7 dingen, en die noem ik hier maar even. Hij is de redder, en ik ben gered. Hij is de gekruisigd, en ik ben met hem gekruisigd. Hij is het woord, en ik leef van hem. Hij is het lichaam. Dit is het lichaam van Christus. En dat betekent ook dat je, als je van hem houdt, dan hou je van heel de kerk. Hij is ook de bedieningen. We willen weg van die tijd dat we zeggen, hij en hij hebben een bediening. En dat we daar heel interessant over doen. Elke bediening die is, is een representant van Christus zelf. Hij is de doper in de Heilige Geest. Zelfs vandaag kun u gedoopt worden in de Heilige Geest. Dat is de erfenis die God gegeven heeft aan de Pinksterbeweging. Die een enorme vlucht heeft gegeven in de kerkgeschiedenis. Een enorme zendingsbeweging is eruit voortgekomen. Maar gedoopt in de Heilige Geest. Ik hoop dat iedereen van u kan zeggen, ik ben gedoopt in de Heilige Geest. En dat is niet een eenmalig iets waar je op kan teren, dat is iets waar je in zal leven. Vervuld te zijn van de Heilige Geest. Is dat amen? Als er mensen zijn, echt, ga niet naar huis. Ga niet naar huis als je niet weet, ik ben vol van de Heilige Geest van de levende God. Want die geest, die brengt je bij Christus. Die geest getuigt van Christus. Die geest openbaart je in het woord. Die geest doet je getuigen van hem. De bruid. Ik committeer me aan 10 minuten. En ik geef het over aan mijn lieftallige echtgenoot. Ik zal nog even doorgaan. Wat voelt goed voor jou? 5 minuten. 5 minuten. Toen ik moest denken aan dat verhaal van gisteren en heden en tot een eeuwigheid, moest ik even kort terugdenken, Stefan, aan een preek die wij gehoord hebben in Times Square Church van Artie Kendall. Prachtige man, oude man van dik in de 80 jaar, maar vol van de geest. En hij had het over, je kunt een man van gisteren zijn, je kunt een man van vandaag zijn of vrouw, en je kunt een man van morgen zijn. En je kunt dat nalezen in 1 Samuel 16, maar daar staat dat Samuel rouwde over Saul, omdat Saul een verworpen koning was. En dan staat er, ik ga het toch even lezen. Ik heb het voor me liggen trouwens, makkelijk. 1 Samuel 16 vers 1, daar staat, toen zeiden de heren tegen Samuel, hoe lang rouwt u om Saul, die ik immers verworpen heb, zodat er geen koning over Israël meer zal zijn. Vul je hoorn met olie, ga op weg. Ik zend u naar Isaï, de Bethlehemiet, want ik heb een koning voor mij gezien onder zijn zonen. En die spiegel die wij toen daar in Times Square Church voorgehouden kregen en die ik mezelf voorhoud, dat is, ben ik een man van gisteren, ben ik een man van vandaag of ben ik een man van morgen? En de man van gisteren, dat was koning Saul. Koning Saul was een man van gisteren. Waarom? Waarom? Hij was nog steeds koning, toch? Hij had nog steeds alle eer en alle aanzien, toch? Maar hij leefde niet meer met zijn God. Hij leefde niet meer in het nu van het geloof. Geloof is niet van gisteren. Geloof is niet van wat je ooit meegemaakt hebt. Geloof is altijd nu. Amen. Nu geloof ik. Anders is het hoop. Hoop is voor morgen. En terugzien mag. Alle goede dingen moet je niet gaan vergeten. Maar nu geloof ik. En Saul was dat kwijt. Saul was een man van gisteren geworden. En je kunt een man van gisteren worden als je niet nu een nu geloof hebt. Nu leef met God.
nu leeft in zijn volheid. Nu leeft bij een woord. En Samuel dreigde de man van gisteren te worden. Hij dreigde dat kwijt te raken. Want hij was teleurgesteld. Teleurstelling maakt dat je terugtrekt. Teleurstelling is in die zin van het woord een vijand. Als je dat niet goed verwerkt, dan trek je terug. Van, ach, laat maar, je bent teleurgesteld. Er is niet gebeurd wat je gehoopt had. En Samuel was teleurgesteld en hij dreigde zich terug te trekken. Hij dreigde een man van gisteren te worden. Hij dreigde dat het dan was. Als ik met pensioen ga, kan je zomaar, waar gaan mijn pensioen bijna? Maar in iets komen dat je zegt, nou, dit is het dan. Maar dan word je een man van gisteren. En ik wil nooit een man, en Yvonne ook nooit, een man en een vrouw van gisteren zijn. We willen altijd nu leven, nu wandelen. Nu wandelen met onze God. Omdat er iets komt. En Samuel, de Heer zei tegen Samuel, sta op. En misschien dat die mensen zijn die denken van, ik ben eigenlijk van gisteren. In die zin, ik leef niet meer in het nu geloof, het verste geloof. Dan zegt de Heer tot je, sta op en vul je kruik met olie. En ga de nieuwe generatie zalven. Amen. Ja, ik ga niet vragen of je mensen van gisteren zijn. En die neiging hebben we. En een man van nu zijn. Nou, dan moest buiten zijn comfortzone. Het kan best zijn. Het kan best zijn. Hè, ik moet je heel eerlijk zeggen. Ik heb tegen mijn functie heel erg opgezien. Oh, vreselijk. Met name ook die landelijke functie. Ik wilde er hard voor weglopen. Maar in God zijn er altijd nieuwe uitdagingen. Je moet niet weglopen voor uitdagingen. Het is het makkelijkste om weg te lopen voor uitdagingen. Maar ook als je dat doet, kan je zomaar een man van gisteren worden. Dan blijf je binnen je comfortzone en daar is het veilig. En er zijn geen uitdagingen meer. Maar God heeft werken voor ieder van u voorbereid. Voor iedereen van u. Amen. Voor iedereen van u. Werken voorbereid. En vul je kruik met olie. En ga de nieuwe mensen zalven. Heb invloed op de levens die komen. Dan heb je die man van de toekomst als David. En David leeft in die zin al in het nu, want nu maakte hij muziek. Nu strijdde hij de strijd. Nu was hij bij de schapen. Maar het was nog niet zijn tijd. En ook dat is een belangrijk principe in God. Wacht op de Heer. Ga nooit op een plek staan die God jou niet geeft. En die niet erkend wordt door de kerk. Dat is niet de wil van God. Zo werkt hij niet. Maar ik kan u zeggen, en in deze kerk is er vol mee, er is een generatie. Och mensen, laten we ze zalven. Allemaal mensen van de toekomst. Laten we ze zalven. Dat moet God doen hoor, begrijp me niet verkeerd. Maar laten ze door onze aanwezigheid ze zalven. Want er zijn de apostelen, de profeten, de herders, de evangelisten. En al die mensen die achter de schermen zullen werken in Gods volmaakte plan. Want die zijn misschien wel belangrijker. Die staan klaar om beïnvloed te worden door ons. Ik wil een man van vandaag zijn. Zijn die mensen die mensen van vandaag willen zijn? Yvonne, neem jij het hier over? Amen. Een hele map. Hebben we nog een beetje geduld? Ja? Niet moe van het luisteren? Ik wil beginnen met een Joodse zegenwens. Behoed ons, zegen ons, bewaar ons. Gij die ons hebt toegekeerd naar elkaar, om elkaar te zegenen, te bewaren en te behoeden. Deze zegenwens bemoedigde me zo dat God ons naar elkaar hebt toegekeerd. Dat hij door zijn geest ons zo Jezus in de ander wil laten zien. En zo de schoonheid en wie we zijn, zien. Ja, Oudjaarsdag. En dan zien we vast wel uit naar de hapjes vanavond. 12 uur. Ja, zien we er naar uit? Allemaal goede voornemens. Bidden voor 12. Danken voor het jaar wat achter ons ligt. Doen we dat met elkaar? Of zijn we dat een beetje verleerd? Zien we gauw uit naar 12 uur. Glas heffen. Goed nieuw jaar of gaan we God danken? Ik hoop echt dat ook de mensen die kijken dat het jaar een afsluiting van dankbaarheid zal zijn. Onze koning. Dankbaarheid van het er nog zijn.
dankbaarheid van het kunnen verwerken wat er niet meer is. Verdriet wat er is geweest. Dankbaarheid dat hij er altijd is. Amen. Amen. Ik wil een paar dingen met u delen. Wat we zien, internet enzovoort, is zegen, maar vaak ook geen zegen. En de laatste maanden heb ik zoveel dingen gezien. Wat er gebeurt in de charismatische wereld. Dat ik heel vaak met mijn handen voor mijn mond heb zitten kijken en zitten luisteren. En mijn gebed was: Vader, help ons dat we zo dicht bij u leven. Dat we zo houden van uw woord. Dat we zo willen zijn in uw woord. Dat als er misleiding is, dat Gods geest zo gevoelig aanwezig is in ons. Dat we het zien en herkennen. Er is zoveel mis in de charismatische wereld van het oppeppen en het roepen en het manipuleren met muziek, met stem die van heel zachtjes, mooie muziek die erbij komt. Ik hoorde ook een zacht tingeltje. En het kijken. Nou, ik zou het zo allemaal kunnen doen, hoor. En dan ineens je stem verheffen, waardoor mensen schrikken, waardoor een adrenaline vrijkomt. En dan gebeuren er van allerlei dingen. En dan lijkt het alsof mensen genezen, blij naar huis gaan, maar niets is minder waard. Omdat we zo zijn gekomen onder een manipulatie van entertainment. En ik weet niet of je het herkent. Ik las iets en ik schrok er eigenlijk van. En ik had best wel strijd mee of ik dit zou zeggen. Omdat lofprijs is zoiets geweldigs. Dan ga je feest vieren omdat je God groot maakt. Er is een vreugde in je hart om wie hij is, wat hij heeft gedaan voor je. En dat je zo weet van uit die duisternis ben ik getrokken en ik ben zo in het licht gekomen. En ik mag zo genieten van het leven wat hij gegeven heeft. En dan ben je blij en dan kun je inderdaad uit je dak gaan. Maar dan komt er een moment van aanbidding en dat is heel anders. Aanbidding is een wonder wat Gods geest in onze harten doet. En dat maakt dat je zo dicht bij het vaderhart van God komt. Heel persoonlijk, hè? Niet als massa. Maar je komt zo dicht bij Gods vaderhart. Je voelt je zo geliefd. En dan wil je hem alleen maar aanbidden. Om wie hij is. Om zijn trouw, om zijn liefde. En noem maar op. Dat is zo bijzonder. En wat ik hier las was entertainment, vermaak. En dit is echt een heftige statement, hoor. Is Satans plaatsvervanger van Gods vreugde. Ik ga het nog een keer zeggen. Entertainment, vermaak, is Satans plaatsvervanger van Gods vreugde. En degene die dit schreef, schrijft verder: hoe meer vreugde in God, hoe minder vermaak we nodig hebben. Hoe minder we behoefte hebben aan te veel eten, te veel drinken. Hoe beter we voor ons lichaam zorgen dat niet van onszelf is, maar een tempel van de Heilige Geest. En die Heilige Geest die in u is, die in jou is. En die we van God hebben ontvangen. En niet van onszelf. We zijn niet van onszelf. We zijn zo duur gekocht. En daarom verheerlijken wij God in ons lichaam. En met onze geest, die van God is. En dat maakt ook dat God, als hij zijn bruid klaarmaakt, dat het een bruid zal zijn zonder vlek of rimpel, omdat het heeft leren onderscheiden waar het op aankomt. En kan zeggen, krijg heel anders, want je hebt Christus leren kennen. En wat een vreugde is het om blij te zijn met elkaar. Joden kunnen fantastisch feest vieren om wie God is en dansen en blij zijn. En ook wij, maar wel de juiste wijze. Jesaja 2 en Micha 4 zegt: kom, laten we opgaan naar de berg van de Heer. Naar het huis van God van Jacob. Ons huis, ons zijn.
En dan zal hij ons onderwijzen aan zijn wegen en zullen we zijn paden bewandelen. En dat is ook zondags. Niet alleen zondags, maar gewoon ook door de dagen heen. Maar zondags helemaal. Wat zou het geweldig zijn als we het wonder van dat God ons naar elkaar toe... Hoe stond het er? Naar ons, ik ben hem helemaal kwijt. Toekeert. En dat je met vreugde naar de dienst gaat en kan getuigen van Gods grootheid, wat hij gedaan heeft deze week en deze dagen. Toen Mozes de berg opklom, toen pas daalde de wolk van God neer. Niet toen Mozes aan het afwachten was van, oké, de wolk van God gaat neerdalen. Nee, toen hij in actie kwam, de berg opklom, toen daalde de wolk van God neer en daar kreeg hij 10 geboden. Jozua, die een altaar voor de Heer, God van Israël, op de berg Ebal plaatste voor zijn God. Hij bouwde een altaar. Dat is ook zo in ons leven. Ons leven is een altaar voor God. Die bouw je niet samen met je partner, niet samen met je kinderen. Die bouw je heel persoonlijk alleen. En die bouw je alleen in de stilte met God. Heel vaak zie je dat op de berg gebeurt het. Jezus ging met zijn discipelen de berg op en dan staat er en dan ging hij zitten met zijn discipelen. En daar was de eerste wonderbare spijziging. 5 gerstebroden en 2 visjes. En ik was zo onder de indruk van de majesteit en de rijkdom van het woord. Want 5 is het getal van de genade. En gerstebrood is het beeld van de eersteling. En een overwinnaar met opstandingskracht. Dus dan moet je je voorstellen dat je daar zit. Wij zitten daar met hem. Met het brood. Met de visjes. En daar getuigt alles van. Zijn opstandingskracht. Nou, dat is echt geweldig. En jullie kennen ook allemaal die tekst. Psalm 125, vers 1 en 2. Wie op de Heer vertrouwen... Zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar voor eeuwig blijft. Ik ga hem nog een keer nog goed doen, dan zeg je hem gewoon, nou, dat is beter. Wie op de Heere vertrouwen, zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar voor eeuwig blijft. En rondom Jeruzalem zijn bergen. En zo is de Heer rondom zijn volk. Kun je je voorstellen, die muren rondom ons. Zo is hij, zo is zijn trouw. Ik wil eindigen met een gebeurtenis. Uit Lucas 8, vers 22, de storm op het meer. Ik ga het voorlezen. Jezus zei, laten we overvaren naar de overkant. We kennen dit gedeelte, hè? En toen zij voeren, viel Jezus in slaap. En er viel een stormwind neer op het meer. En een schip liep vol water en ze waren in nood. Ze gingen naar hem toe, wekten hem en zeiden, meester, we vergaan. En toen stond Jezus op, hij bestrafte de wind... En de golven, en ze gingen liggen en er kwam stilte. En hij zeide tegen hen, waar is uw geloof? Maar ze waren bevreesd. En ze verwonderden zich en zeiden tegen elkaar, wie is toch deze? Dat hij ook de winden en het water bevel geeft en ze hem gehoorzaam zijn. Dan varen ze naar de overkant, gaat renen. En daar is een man die bezeten is van vele demonen. Hij had geen kleren aan, geen huis. Echt verschrikkelijk hoe deze man leefde. Hij verbleef in grafspelonken. En ze hadden met ketenen en boeien vastgebonden, maar deze verbrak hij steeds. En door deze machten werd hij steeds naar verschrikkelijke plaatsen gedreven.
En dan ontmoet hij Jezus. Je kunt het lezen in Lucas 8. En Jezus bevrijdt deze man. En de demonen gaan in de varkens, ze storten in het meer, de varkens. En de mannen die de varkens weiden, die rennen weg, zijn zo bevreesd. En vertellen het overal wat daar gebeurde. En ze komen terug. En dan zien ze dat deze man aan de voeten zit van Jezus. Gekleed en bij zijn verstand. En ze werden bevreesd. En heel de menigte uit de omgeving van het land van Gadarenen vroeg hem om weg te gaan. Want ze waren met grote vrees bevangen. En als je dit leest, als je ziet dat een mens zo verschrikkelijk in nood is. Ik denk dat wij zoiets nooit gezien hebben. Een mens zo verschrikkelijk in nood. Naakt. Verstand kwijt. Eenzaamheid. En ze hadden van, de mensen hadden gehoord en misschien gezien van de wonderen van Jezus. En dan gebeurt er een groot wonder en ze zijn bevreesd. In plaats van de grootheid van God te zien in Jezus, worden ze bevreesd. En ze willen dat hij alsjeblieft weggaat. Ik zei tegen Michiel, hoe zou het geweest zijn als ze met Jezus gepraat hadden? En hem gedankt hadden en in verwondering waren gekomen. Nu waren ze bezorgd om al die varkens die weg waren. Maar wat zou Jezus gedaan hebben als het anders was geweest? Dat ze dankbaar waren. Maar het was vrees. En Jezus gaat in het schip met de discipelen en ze gaan terug. En deze man wil met hem mee, maar zegt nee, ga het vertellen. En hij vertelt overal wat God heeft gedaan. Wat Jezus heeft gedaan aan hem. En wat er dan gebeurt is dat ze aan de overkant van het meer komen en dit raakte me zo. Toen Jezus terugkeerde, dat de menigte hem ontving, want ze waren alle op hem blijven wachten. Wat een verschil. Een groot wonder zien en bevreesd zijn. De discipelen ook. Zoveel wonderen gezien. En waarom hoefden ze niet bang te zijn toen de storm kwam en het water? Hij had gezegd, we gaan naar de overkant. Zullen we het eens zeggen met elkaar? We gaan naar de overkant. Dus wat gebeurt er in een mens als vrees je helemaal te pakken neemt? Logisch hè, storm, water in je boot. Jezus die slaapt, komt zo'n angst, zo'n nood, het water stijgt tot je lippen. Maar Jezus heeft gezegd, we gaan naar de overkant. Laatst met jullie over het evangelie van onze zintuigen gehad. Wat zintuigen met ons doen. Dit doen zintuigen met ons. De vrees maakt dat we wegvluchten. We zien het wonder, maar we vluchten weg. Dus angst. En dit raakte me zo. Andere menigte waren blijven wachten tot hij terugkwam. En ze ontvingen hem. Mijn gebed is dat we het nieuwe jaar, ik weet niet hoe het is in uw leven, maar dat we hem verwachtende hem ontvangen. En dat vrees plaats maakt voor het gaan naar de overkant. Hij heeft beloofd. En er zijn zoveel beloftes in zijn woord. Er is een lied dat zegt, hier en nu is er u gemaakt. Is waar ik besta en waar ik mag leven. En dit moment, letterlijk dit moment, is een godsgeschenk. En ik koester het met heel mijn wezen. Het oude ligt achter mij en voor wat komt hoef ik niet bang te zijn. God, u geeft vandaag aan mij en ik kies voor dankbaarheid. Ik kies voor lofprijzing. Ik kies voor aanbidding. U bent mijn leven. Hier en nu is genoeg voor mij.
De verleden tijd blijf ik niet meeslepen. Dit moment is al wat ik ken, wat de toekomst brengt. Kan ik niet weten. Met elke adem die ik neem, elke seconde die ik leef, ik kies voor dankbaarheid. Elke kans op een nieuw begin, elke plek waar ik me bevind, ik kies voor dankbaarheid. Ieder dal waardoor ik ga, dat mij zoveel sterker maakt, ik kies voor dankbaarheid. Mijn bestaan, uw bestaan, jullie bestaan, heeft hier een reden. U heeft mij bedoeld voor leven. Ik dank u hier en nu. Amen. Muziekteam. We gaan met elkaar een lied zingen. Eigenlijk een proclamatie en een gebed voor ons allemaal. Richt je ogen op Jezus. Het is voor sommigen een bekend lied. Sorry, even kijken hoe het allemaal zit. Techniek staat voor niets, hè? Oi, oi, oi. We gaan het lied zingen met elkaar. En het lied zegt, richt je ogen op Jezus. En bewonder zijn heerlijk gezicht. Richt je ogen op de berg, van waar zal je hulp komen, hè? Mijn hulp is van hem. Al het aardse zal dan vervagen in de glans van zijn glorie en licht. En richt je ogen op de heuvel, waar gerechtigheid en genade elkaar omarmen. Daar gaf de Zoon van God zijn leven voor ons. En werd onze, mijn onmetelijke schuld uitgewist. En wij richten, we maken die keuze om onze ogen omhoog te heffen naar Jezus. Onze glorie en onze prijs. Wij aanbidden u. Wij zien u, onze redder altijd. We richten onze ogen op u. En dan richt je ogen op de morgen. Ik vind dit zo mooi. En zie Christus de leeuw ontwaken. Wat een glorieuze zon op. Komst. Angst voor de dood is verdwenen, want we dragen zijn leven in onze aderen. Richt je ogen op de hemelen. Onze koning zal terugkeren, voor ons als zijn eigendom. Iedere knie zal buigen, iedere tong zal uitroepen. Alle glorie voor Jezus alleen. Amen. Zullen we gaan staan als u kunt?